vandaag de dag met een overheerlijke smoothie. En ik zal jullie even vertellen in het kort, heel snel, samen met Dave. Proost trouwens. Het is echt ontzettend lekker hoe je deze smoothie kan maken. 1 banaan en iets van een half doosje aardbeien. Ja, heel veel aardbeien. Aardbeien. En 3 scheppen kwark, dat is het. En dan heb je gewoon een lekkere vitaminebom zonder toegevoegde suikers. Ja. Echt lekker. Oh, ik heb wel eens op de basisschool gehad. Kijk, ik drink gewoon op deze manier, zodat je hier niet echt randen aan houdt. Maar ik had altijd zo'n jongen in de klas. En die dronk altijd de melk uit zo'n hele grote bidon. Die had ook echt een halve liter bidon. Dat ik dacht, jeetje mina. En die dronk je dan in de pauze op, hè, half liter. Ja. En dan deed hij gewoon dit. En dan... Zo. Ah, oh, dat vind ik zo fijn. Ja, serieus, maar dan allemaal melk, weet je. Dit zit er zo, jeetje. Wil ik een kusje? Nee. Dit zit er nu wel heel erg dik op. Op melk valt dat iets minder op. Maar yes, dit is echt de bion. Je snapt het idee, maar dan met melk. Weet je wat wij even gaan doen? Wij gaan even rijden op deze bad boy. Oh! Oh! Nee! Oh shit, oh nu moet ik hem optillen, want anders dan gaat hij aan. Oh, oké, snel zitten. Huh. They see me rolling. Hey, ik draai een rondje. Hey. Ho. Oh my god. Oh shit. Niet meteen zo boos worden, man. Jeetje. Dit blijft echt geniaal, hè. Hij gaat echt hard, joh. Niet normaal. They see us rolling. Oh. They hating. Yeah. Gaan we. Trrr. Ziet er wel heel romantisch uit. Zo. Ah! Nee. Oh. Stoppen. Ik meen het. Ik kan niet stoppen. Oh. Oh my god. Gaat dat zo hard opruimen? Waarom kon je niet stoppen? Oh. Heb je au? Ja, kijk. Oh, weet je waarom? ik had het gevoel dat jij eraf viel. Dus ik had met één hand had ik jou vast. En met de andere hand de linker pedaal. Ik viel er alsnog af. Daarom gingen we rondjes draaien. Omdat ik was bang dat als ik die andere pedaal zou pakken, dat jij er van af zou vallen. En dat wilde ik niet. Dus ik dacht, dan gaan we maar met z'n tweeën. Oh my god, oh. Kijk dit. Oh jeetje. Idioot. Oh, ze is helemaal nat ook. En helemaal onder de hondenbol. Oh. Kijk hoe sterk dat is. Schuitje, die heb ik net nieuw gekocht. Hey, die heb ik in elkaar gezet. Ja, maar ik heb hem gekocht. Zo doen we dat, teamwork. Oké, fix het. Je kan het wel weer uitdikken, denk ik. Jawel, dat komt goed. Ik ga dit fixen. Ik zet in ieder geval dat apparaat uit en binnen niet meer gebruiken. Nee, bijna mijn gitaar ook naar de molensteinen. Oh. Daarom zei mama altijd, niet binnen spelen jongens, doe het buiten. Precies. Alles even bij elkaar vegen. En dan lekker niks vertellen tegen Bumper. Nou, dat ziet er weer helemaal goed uit. Wat zeggen we dan, Deetje? Stoute jongen. Nee, nothing on the hand. Nothing on the hand. Something on the hand, the alarm is going off. Wat is paniek, het? Paniek. Oké. Waarom gaat alles kapot? Echt serieus. Die stoel is vervloekt, die gaat altijd eerst kapot. Ja, deze stoel is niet goed joh, kijk dan. Hier. Oh, hij is gewoon eraf. Ik kan hem zo eraf halen. Maar niet daarop zitten. Nou, wie wil erop gaan zitten? Ik ga deze stoel even ruilen voor die ernaast. We eten vandaag
Lekker. Oh, dit is echt heel lekker. Ja, dit wilde ik heel graag eten. Dit is lekkere kip met aardappeltjes en een salade. Dit aten we zo vaak altijd als we in Assen waren. Eigenlijk is het echt super simpele, saaie salade, maar hij blijft lekker. Oké, super random. Ik heb mega snel mijn schoenen aangetrokken. Heel goed, nee. Maar er zitten hier dus echt super random drie eenden voor de deur. Dus ik heb een broodje mee. Kijk als ze wat lusten. Hé, hey, kijk eens. Ja, ze eten het. Hé, hey, hier. Herriemakers. Ik keek uit het raam en ik zag ineens deze eenden. Echt, what the fuck, want er is hier helemaal geen water. Waar komen jullie vandaan, jongens? Oh, dat vrouwtje eet ook echt alles. Hier. Lekker. Kom maar. Kom maar. Kijk eens aan. Wat zijn jullie hier aan het doen, jongens? Jullie zijn verdwaald. Ga eens terug naar de sloot. Kom maar. Kom maar. Kijk of ze uit mijn hand eten. Kom maar. Kom eens dan. Kom dan. Kom dan. Nee, dat vinden ze blijkbaar een beetje te eng. Hier. Oké, nou, blijkbaar hebben we nieuwe buren. Mijn familie eend. Wat wel super schattig is, is dat je deze tijd van het jaar altijd super veel baby eendjes ziet in het park. En ik vind het oprecht jammer dat ik nog geen enkel baby eendje heb gespot. Alleen van heel ver weg. Maar goed, nu Enzo hiernaast aan het opnemen is, de hele avond ben ik bezig met de was. En echt waar, de was is het allerstomste van op jezelf wonen. Ik vind het koken en boodschappen doen vind ik nog niet eens erg. Maar de was doen is echt vreselijk. Ik bedoel, het in de wasmachine doen is niet erg. Het in de droger stoppen is niet erg. Maar het opvouwen. Dan krijg je allemaal dit soort stapeltjes. En ik heb al super veel opgeruimd. Maar ik ben er nog lang niet. Er staat hier echt nog een hele mand. Mand! Dit moet allemaal gestreken worden. Dit zijn alle sokken die ik moet uitzoeken. Dus dan moet je sok bij sok zoeken. En echt, ik durf te wedden dat je ouders of jij dat ook wel eens hebben. Dat je dus allemaal sokken hebt en ze zijn allemaal net iets anders. De ene is van het ene merk, dus die is wat groter dan de ander. De ander heeft een logootje erop. En dat moet allemaal maar net bij elkaar gezocht worden. Wow, echt vreselijk. Maar goed, we gaan nog even door. Muziekje aan en gaan. Ik ben rete blij dat ik gewoon het licht hier uit kan doen en de deur dicht kan doen en gewoon klaar ben. Ik heb 4,5 uur, als het geen 5 uur is. Nee, langer. Ik heb bijna 6 uur. Bijna 6 uur lang dus heb ik opgenomen. En dat was echt heel erg tof, samen met Milan. Wel een beetje vermoeiend zo. En ik ben dan ook een beetje op. Ik ben een beetje mijn energie kwijt. Oh man, lekker naar bedje. Ik wil jullie dames en heren allemaal heel erg bekijken. Hier begin ik al. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk checken jullie bazen morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.